een geweldig debuut van Myron Boadu met een doelpunt en een assist. En we mogen naast Kees en René nog iemand verwelkomen bij het 21 voetbaltijdteam. Het is 5 februari, dit is de eerste helft van 21 voetbaltijd met René Wagelaar en Kees van Wonderen. Bij 21 voetbaltijd, de voetbaltalkshow van Twente en Heracles. Elke week met René Wagelaar. René, fijn dat je er weer bent, man. Jij ook. Hoe was het vorige week? Nou, dat kan ik beter aan jou vragen. Vorige week was leuk. Ja. Hadden we Eddy van der Leij, die toen met ons eens een keer bij Van der Valk had opgenomen op YouTube toen nog. En die moest vorige week even invallen. Hij had een snabbel, kon hij iets meer mee verdienen. En zo is dat tegenwoordig. En dan gaan ze weer wat anders doen. Zo ben ik, kijk, dat weet je. Ja. Dus dat ja, is niet anders. Niet, nee, ik blijf trouw. Ik blijf altijd trouw. Ja. Dus hey, als ik beter kan vinden, dan ben ik gelijk weg hoor. Nee, maar het was leuk. Ja? Juri was gast dus, maar je hebt het al gezien denk ik. Ja, dus was leuk. Zag het leuk. Nee, Juri was niet gast. Matthias Keulen. Keulen was leuk. En deze week weer met een nieuw iemand. Kees, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Hoe laat ben je vanmorgen weggereden? 4 uur? We zijn 1 uur of 4 geleden vertrokken. Nee, valt mee. Je bent in Nederland, ben je redelijk snel overal terecht. Dus, maar ik kom vanuit Meppel, dus dat is iets meer dan een uurtje. Ja. Dus is geen fijne verbinding naar boven, vind ik altijd. Als je naar Friesland wil rijden, vanuit Enschede, vind je niet? Ja, dan moet je altijd via Apeldoorn en zo. Ja. Gezeik is dat. Kees, hoe kijk jij terug op afgelopen weekend naar jezelf, naar je eigen clubje, Heerenveen? 3-3 uiteindelijk. Maar 3-3? Wel ja. Een 2-0 voorsprong. We stonden 2-0 voor. Ogenschijnlijk niks aan de hand. Toen kwam er een moment waarbij de scheidsrechter een penalty geeft. En dan krijg je weer dat een tegenstander perspectief ziet. Of zeggen dat het geloof krijgt, het publiek erachter. Uiteindelijk werden 2-2, dan kwamen we toch nog terug tot 2-3. En uiteindelijk weer uit een corner tegen, toch nog 3-3. Ja, het is... Als je denkt van je hebt de 3 punten binnen, maar uiteindelijk hield er een punt aan over. Ja. Ik dacht het ook. Ik denk dit gaat goed. Want 2-0 voor. Ja. Eigenlijk de beter wel in de eerste helft al sowieso. Ik heb het gezien. Maar ja, door een goal inderdaad wat Kees zegt. Dan lijkt het net of er iets in de ploeg sluipt van... Maar heb je vaker bij Heerenveen wel. Net of er dan iets onzekerheid komt. Oh. Ja, dat was nu wel voor het eerst van mij zo dat ze echt... Ook naar achter gingen spelen, achteruit gingen lopen. Dan roep je het een beetje over jezelf af. En er zijn een aantal momenten zijn daarin cruciaal in. Dus het penalty moment. Ja. En we krijgen 2 corners waaruit zij scoren. Waarin wij zelf ook niet organisatorisch het niet goed doen. Dus dat is, heb je ook aan jezelf te wijten. Maar er zit ook wel weer veerkracht in dat elftal. Want ze komen op 2-2, maar daarna maken wij ook weer de 3-2. Ja. En na de 3-3 hadden wij ook weer, kopen wij de bal op de lat. Ja, had ook nog gekund. Op 3-4, zeg maar. Ja. Dus het is de derde wedstrijd na de winter. Eerst bij Zwolle moet je hem eigenlijk winnen. Want dan krijg je zoveel kansen. Ja. Vorige week AZ thuis. AZ was een mooie pot. Moet je hem eigenlijk over de streep trekken. Ja. Dus het zit allemaal ons een beetje... Het valt niet de goede kant op. Maar, Maar ik zie wel een stijgende lijn als je kijkt naar Heerenveen. Ook tegen AZ. Vond ik wel... Een mooie pot om te zien. Er werd in ieder geval het werd AZ moeilijk gemaakt. Klopt. Wij hebben eigenlijk vanaf de wedstrijd hier bij tegen Twente... Ja. Hebben we eigenlijk de stijgende lijn te pakken. Toen verloren we eigenlijk ook heel ongelukkig hier met 1-0. Hè, door die goal van Flap die van afstand bij Noppen door zijn benen schoot. Maar vanaf die tijd gaat het gewoon beter. Met ons staan we beter op het veld. Zijn we competitief aan alle ploegen die we tot nu toe hebben getroffen. Ja. Alleen nog iets te weinig punten. Zeker, zeker. We gaan het zo meteen hebben over, je noemde Noppert al, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben natuurlijk. Want dat is het onderwerp van gesprek de laatste tijd. Maar we trappen altijd af met jou, René, met jouw moment, de aftrap van Wagelaar. Het moment van Heracles vind ik wel opmerkelijk, dat het daar ook, we hebben het net met Kees over Heerenveen, maar daar zit het ook tegen. Ja. En waarom? Met blessures, we hebben natuurlijk niet zo'n brede selectie, maar het zit daar ook tegen eigenlijk. Laurensen viel toen weg, Hornkamp is weggevallen, eerste seizoenhelft al. Dan hebben we zaterdagavond, zien we, dan komen ze op 1-0. Mm-hmm. Zijn niet de betere ploeg, maar zouden een keer door een mazzeltje op 2-0 komen eigenlijk, 0-2 eigenlijk. Maar dan, die VAR, ik ben geen VAR-man, ik ben van de ouderwetse stempel met de vlag omhoog. Maar dat is dan 4 mm buiten spel en daardoor gaat die 0-2 niet door. Hier zien we het op beeld. Wat is het, 6 mm dan, maar... Ik wil ermee aangeven, Heracles zit er dus duidelijk niet mee. En
Dat heb je soms. En dan ga je zo'n heel seizoen door. En dan leek net of dat ook je blijft achtervolgen tot het eind. Ja, ja, een soort van gifbeker ja. Die leeg moet. Want waarom kan een Heracles bijvoorbeeld niet... Ik zag Thierry daar voetballen, 35 jaar. Kijk, zo'n jongen erbij halen... Die had bij Heracles op het middenveld net even het verschil kunnen maken. Ze hebben nu Rustić opgehaald. Ja, is lang geblesseerd geweest. Duurt nog even voordat hij er weer in komt. We zitten straks in april als die jongen topfit is eind maart. Als hij alweer topfit zou worden, maar dat weten we niet. Dus... Maar waarom kun je niet zo'n Thierry? Je moet eigenlijk zo'n impuls hebben een keer die zegt... Ja, ja, want dat is mijn vraag ook. Wat is dan de oplossing? Ja, je kan nu niet meer ja, kwalitatief. Zo iemand halen. Ja. Nou, nu kun je alleen nog een transfervrije die nog ergens op de radar voorbij komt ophalen als verdediger. Want achterin staat het natuurlijk niet goed met Sonnenberg. Bultmann is 18 jaar net. Ja. De backs houdt niet over. Ze hebben nu Oppergaard van PSV erbij. Dat is wel een goeie. Maar moet er ook eerst inkomen. Was zijn eerste wedstrijd. Het is valt de verkeerde kant op. Ja, dat zeg je goed. Ja. We hadden Nico hier het begin van het seizoen zitten, toen heb ik dat ook gezegd. Als het mee zit, kom je 12 of 13. Als het tegen zit onderin, ja, daar gaat het nu wel op lijken. Kan nog steeds wel, hè? Zijn die punten zijn nog aardig dicht bij elkaar. Er zijn nog 16 wedstrijden, dat kan nog net gemaakt. Maar het zit een beetje, wat Kees naar de Heerenveen zegt, en dat heeft Sparta ook bijvoorbeeld. Ja. Die spelen gisteren een dijk van een wedstrijd met 10 kansen. Dan gaat er niet één in, dus zeg maar. Zeker. Kees. Leuk dat je er bent nogmaals. Wij schrijven altijd wat vragen op voor de gasten die bij ons zitten. En dan vragen we aan de gasten of jij ze zo snel mogelijk wil beantwoorden. Een beetje vragenronde om je beter te leren kennen, te kijken wie je aan tafel zit. Dus hopelijk ben je een beetje spitsen. Kort en snel. Kort en snel, oké. Komt-ie. Dat kan die wel. Grootste tegenslag uit je carrière? Ik denk een beenbreuk toen ik 12 was. Mooiste moment bij Twente? Kampioenschap. Feyenoord of NEC? Feyenoord. Met welke speler zou jij je ploeg nog willen versterken? Overal. Tjaron Thierry. Grootste uitdaging bij Heerenveen op het moment? Punten pakken. Is er een trainer waar je naar opkijkt? Nou, ik heb wel eens vaker gezegd, heel veel waardering en veel geleerd van Steve McLaren in de Twente-tijd. Noppert of Van der Hart? Mickey Noppert. Heerenveen eindigt in het linkerrijtje. Ja. Er moet een uitsupportersverbod komen. Voor sommige clubs wel, ja. Is Steve McLaren de beste trainer waar je mee gewerkt hebt? Ja. Ja, wat wel leuk is om te weten, jij hebt natuurlijk, omdat je nu zo trainer bent van Heerenveen, je vergeet wel snel dat jij natuurlijk deel was van het kampioensjaar van Twente onder McLaren, wat we net zeiden. Steve was de beste trainer waar jij mee hebt gewerkt? Ja, Steve werd trainer toen in 2008 bij Twente. Dat was ook het jaar dat Erik vroeg of ik de staf wou complementeren, zeg maar aan wou vullen, omdat... Jury ging naar Schalke, Fred Rutte was natuurlijk al naar Schalke gegaan. Ja. Eikelkamp was naar Schalke gegaan. Dus ik kwam daarbij en hij was een Engelse trainer die voor het eerst in Nederland ging werken. En de manier hoe hij dat aanpakte, dus hoe hij met de groep omging, de trainingen die hij gaf, de besprekingen die hij gaf, dat was van een heel hoog niveau. En daar heb ik heel veel van geleerd. Wat neem je daar nu nog uit mee, zeg maar, uit die periode? Gebruik je nog steeds dingen die je hebt geleerd vanuit de tijd? Ja, zeker. Nou, dus net wat ik net zei, hè, dus de besprekingen die hij hield, hoe hij dat aanvloog, hoe hij de groep, hoe hij daarmee omging. Dus de boodschappen die hij altijd meegaf. Maar ook de bevlogen trainingen die hij altijd gaf. Het was een prachtkerel met mooie humor, maar enorme beleving. Ook bespelen van spelers. Kon die daar ook niet goed mee? Wat hij in de vingers had, even die zo aanpakken. Die. Dus, nou, hij speelde geen spel of een rol. Hij wist wel hoe die jongens moest benaderen of hoe die dat moest behandelen. Maar kijk, die jongens prikken ook snel doorheen als je niet echt bent. En hij was echt wel zichzelf. En wij hadden best wel een bewerkelijke groep met... Wat oudere jongens, met Perez, Nkuvo, met Theo Jansen, met Wisschoff, met Bramen, noem het allemaal op. Dus een mix van jong, maar ook wel van oude ervaren die wat nodig hadden meegemaakt. Maar die had hij allemaal wel in zijn grip. En die... Dat is knap. Ja, zeker. En het is natuurlijk al geen geheim meer dat bijvoorbeeld een Perez en Nkuvo
niet echt elkaar, dat vrienden waren. Nee. Maar uiteindelijk werd de ploeg kampioen. En daar is de grootste verdienste van McLaren, hoe die dat heeft gemanaged. Ja. En hoe die iedereen in zijn kracht heeft laten spelen. Ja. Dat is heel knap. Fast forward een beetje na nu, zelf trainen natuurlijk van de Heerenveen. Jij hebt ook jouw dingen waar jij mee zit. De pers heeft het er al de hele week over. Weken, Noppert en Van der Hart. We hadden het er net over, Mickey Noppert. Ja, je vindt de kwaliteit van beide spelers vind jij zo fijn of geweldig dat je zegt, nou, het liefst had ik ze allebei op doel staan, bij wijze van. Nou, kijk, Andries is... Het is 1,5-2 jaar geleden bij Go Ahead gekomen. Daar was ik toen trainer. Hij kwam toen terug van hele zware knieblessuren. En Harme Cuperus, dat was toen de keeperscoach bij Go Ahead, die zei van, laten we Andries een contract geven. Dat is een jongen die terugkomt van een zware blessure. Maar ik heb de overtuiging, als we daarmee aan de gang gaan en we kunnen hem de juiste push geven, heeft hij enorm veel in zijn mars. Nou, hij heeft eigenlijk een vooruitziende blik gehad, want dat had hij ook. We moesten hem inderdaad wel even een zet geven dat hij ook zelf moest gaan geloven dat hij enorme kwaliteit had. Ja. Nou ja, vanaf die tijd weten we hoe het gegaan is. Hij heeft die sprong gemaakt. Zelfs tot het allerhoogste niveau, het spelen op een WK met het Nederlands elftal. Maar hij blijft onwijs kritisch naar zichzelf, of niet? Tenminste, dat is wat wij als leken vaak meekrijgen in zijn interviews. Ja, hij is heel nuchter, ja. Maar ook zelf kritisch. Nou, wat hij in die periode heeft gedaan, dus een half jaar Go Ahead en toen ruim een jaar bij Heerenveen, van hele grote waarde zijn. Dus eigenlijk punten pakken en van grote waarde zijn. En daardoor ook die plek bij het Nederlands elftal verdiend. Ja, ja. Alleen daarna kwam er een moeilijke periode voor hem. Hij raakte geblesseerd, raakte uit vorm, ging fouten maken. En op een gegeven moment kom je dan als trainer voor de keuze te staan, hoe lang geef je hem de kans, hoe lang laat je dat staan? Of... Maar hoe is dat gegaan, Kees? Is hij zelf naar jou toegekomen en gezegd, trainen, omdat hij zo zelfkritisch is, ik zie zelf ook dat ik uit vorm ben, ik wil meer trainen, ik wil even de tijd nemen. Of kom jij zelf aan met dat gesprek? Hoe is dat uiteindelijk tot stand gekomen? Nee, je bent eigenlijk het hele jaar met elkaar daarmee bezig van, joh, hoe krijgen we jou weer... Zeg maar in je goede doen, hoe komt het dat je niet... Maar geef je zo iemand waarschuwingen van Andries, luister, ik word ook een beetje lichtelijk onder druk gezet. Ik kan jou niet de hele tijd op het doel laten. Nou, die geeft hij zichzelf, hè, want jij zegt, hij is inderdaad zelf kritisch. Hij weet zelf ook dat hij, zoals hij dat nu zegt, ik heb voer gegeven om deze keuze te maken. Ja, dat ziet iedereen. Ja. Alleen je wil iemand ook krediet geven, omdat je weet wat zijn potentie is en wat hij kan. Dus je wil dat niet te snel doen, maar je hebt inderdaad daar gesprekken mee. En je probeert hem, aan de ene kant hem zo goed als mogelijk te helpen om zijn vorm te pakken. Maar je probeert ook weer de andere erachter, in dit geval Mickey, ben je ook aan het pushen van, ja, zit hem op zijn huid. Want er komt straks een moment voor jou en dan moet jij er staan. Elkaar zelf een beetje... Veel doen, Kees, met zo'n jongen, hè? Uiteraard, als hij dan bij Oranje komt en... Hij loopt tussen jongens die verdienen per week, bij wijze van spreken, wat hij in een jaar verdient. En alle grote verhalen, je kent allemaal wel uit die wereld. Dat hij dan in ieder geval een beetje aan het, niet zweven, dat is niet het goede woord, maar een beetje verward, een beetje, jeetje, waar kom ik in terecht? Nou, hij is wel in een andere wereld terechtgekomen, dat klopt wel. Ja. Het is, hij heeft gezien natuurlijk wat daar... Daar hebben jullie het ook over gehad, neem ik aan. Hebben we het ook over gehad, ja. En hij had natuurlijk ook de ambitie om vanuit Heerenveen een jump te maken. Ja. En dan komt net die blessure voor hem om de hoek kijken, wat heel ongunstig was. Nou, die transfer kwam er dan uiteindelijk niet. Toch pijn. En dat is naast die blessureperiode en dan het niet doorgaan van die transfer. Maar je moet wel weer gewoon je ritme en je kunstje blijven doen. Dus het is allemaal heel menselijk, alleen daar heeft hij wel mee geworsteld. Eén wat langer dan de ander. Hij is een nuchtere jongen, lijkt me. Zeker. Ja. Zoals hij bij mij overkomt, dus het is wel sowieso wat moeilijk. Dan dit was drie keer was hij op tv bij dit programma. Ja. En hij loopt al meteen 3 meter buiten de schoenen, dus het gaat snel. Ik kan er ook niet mee omgaan, dus dat gaat snel, hè. Ja. Tot slot, Kees. Mickey afgelopen weekend op de hoel. Tevreden over? Ja, je kan er misschien niet gelijk wat van zeggen, maar... Nee, ja, Mickey heeft het denk ik naar behoren gedaan. Hij kon niet zoveel doen. Hè. De derde goal, dat is bij de corner. Bij die corner. Boxt hij half weg. Daar raakte hij hem niet helemaal goed.
En dat komt omdat er veel mensen om hem heen zijn. Hij kon hem niet goed raken. Dus daar zou je kritisch naar kunnen kijken. Mm-hmm. Hij pakt nog een geweldige bal met zijn voet. Mm-hmm. Wat wel buitenspel was. Maar hij heeft niet, vind ik... Hoe zeg je dat? Echte fouten. Extreem kunnen onderscheiden naar boven, maar ook niet naar onder, vind ik. Dus het heeft tijd even nodig om nog heeft zeker tijd nodig. En ook bij hem stond er natuurlijk druk op. Als je de vervanger bent van Andries, dan zijn alle schijnwerpers op hem. Ja. Dus. Ja. Hij zal wel wat ervaren, maar goed, toch komt toch een druk op je. Kees zelf heeft ook een mooie carrière gehad bij NEC en Feyenoord. We hadden het er voor die tijd nog over. Zou jij het mooi vinden om... Want jij bent zaakbenemer geweest. Had jij het mooi gevonden om de zaakbenemer van Kees geweest? Hij heeft een hele goede nu, maar het was inderdaad. Hij heeft nu Fred van der Hoorn. En dat durf ik wel te zeggen, dat is een betrouwbaar, zeer goed persoon. Die zou dat zeker op dezelfde manier doen. Kijk. Ook FIFA-licentie. Ja. Fred is, maar ik zou natuurlijk met Kees zou wel kunnen werken, ja. Absoluut, dat had wel gepast. Ja, mooi. Daar ben ik wel van overtuigd. Normaal, straight. Zegt wat hij denkt. Nou, dat is mooi zo dat mee te werken. Dat zijn jouw types, hè? Dat vind je mooi. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Daarom botsen wij ook zoveel met elkaar, omdat ik zo nep ben, hè? Wat je altijd zegt. Oh, dat valt nog wel mee, hoor. Okay. Nee, ik dacht, ik kop hem even in voordat jij het gaat zeggen. Nee, helemaal goed. Hij zit elke week bij Ajax op de tribune nu, maar goed. Zullen we het gaan hebben over Twente, voordat jij weer gaat hebben over Ajax? We gaan naar de ploeg uit Enschede. De drie punten die blijven in Enschede, een 3-0 overwinning voor de Tukkers. Ja, dat was nog een lastig karwei, totdat Mairon Boer Doe het veld betrad. Ja, René, ik had graag aan jou willen vragen, wat vond jij van het spel van Mairon Boer Doe? Maar, we mogen iemand verwelkomen in ons team. We hebben een nieuw iemand bij ons die aanschuift. Vincent Milanovic. Vincent, begonnen. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Jij mag elke week aanschuiven vanaf nu om ons te gaan vertellen. Ja, want René's niveau is niet heel hoog, dus jij kan echt op topniveau ons gaan vertellen wat Heracles en wat Twente beter kan doen. Daar ga ik mijn best doen. Daarvoor heb jij een heel mooi programma en helemaal mooi uitgeschreven. Ja, ik ben benieuwd waar jij deze week op gefocust hebt. Een aantal dingen heb ik me op gefocust. We weten natuurlijk allemaal het offensieve spel van Twente. Met Brenet die veel in het middenveld komt en Smal die hoog opstaat. En daarbij het spel van onze linksbuiten... Rots en Flap die naar binnen komt, hè, dat is toch wel een beetje kenmerkend voor FC Twente. En Stijn die veel diepteloopacties heeft. En wat ik heb gemaakt, heb is even kort het voorbeeld van hoe dan die 1-0 ontstaat. Dat is een diepe bal van Hilgers. Hè. Rots staat naar binnen, Stijn komt daar in de ruimte. Flap komt erbij als tweede spits. En dan kun je zien dat hij hem teruglegt op Van Wolfswinkel en een goede goal maakt. En dat was wel heel symptomatisch voor het spel van Twente, want daar kunnen zij ook heel goed. Hè. Wat verder heel erg opviel, is dat wat Twente natuurlijk doet, is met Brenet, die heel erg hier, zoals hij beweegt, als het goed is, heel erg in het middenveld komt. RKC speelde Twente daar ook een beetje mee in de kaart, omdat zij met twee spitsen gingen spelen. Hè. Niemeyer die dan dicht bij Suntjes kwam, de Kramer was geschorst. En dat zorgde heel erg voor dat zij makkelijk met drie achterop konden gaan spelen. Sadilek die wat inzakte en die daardoor Smal en Brenet hogerop konden spelen en Flap dichtbij. Waardoor de back van RKC ook vaak de keuze moest maken. Wat heel erg opviel, en je kondigde net al aan, Boadou. Ja. He, op het moment dat Boadu erin komt, dan gebeurt er wat in het stadion. En dat was ook heel erg duidelijk. Het grote verschil tussen Boadu en tussen Van Wolfswinkel, en dan kan Kees misschien beter nog wel beamen, is de diepgang van Boadu. En daar creëer je in 12 minuten, eigenlijk in 5 minuten, creëer je 3 hele grote kansen. Direct de 1-0, de 2-0 is een schot die afgeketst wordt door de keeper, die te hard binnenwerkt. En de derde is bijna een doelpunt waar hij weer via links, binnenkomt. Moet die misschien wel stiften? Misschien wel, maar het is natuurlijk een hele goede invalbeurt voor een speler die heel lang niet gespeeld heeft bij Monaco. Ja. Dan zo binnenkomt en in 12 minuutjes, of eigenlijk in 5 minuutjes, een stempel drukt op de wedstrijd. En gevaarlijk is, ja. Ja, zeker gevaarlijk. En het spel van de spelers Unafar, die natuurlijk via links kwam, is meer een buitenspeler. Taha, die meer een buitenspeler is. Dus het brengt een hele andere dynamiek in het spel. Ja. Voor Oosting absoluut meer waarde, want hij kan nu veel meer kanten op. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar zeg je eigenlijk, Vincent, als Twente thuis speelt, of uit, maar tegen een mindere tegenstander, dan start ik met Flap van Wolfswinkel en of mag Boadu zijn en Rots van de buitenkant. Maar is het een sterkere tegenstander, dan ga ik liever met echte buitenspelers spelen die meer druk... Ja, ik denk dat het een beetje vanaf hangt. En dat is misschien wel een leuke vraag zo voor Kees. Een team kijk je altijd hoe complementair ben je aan elkaar. Hè? En wat ga je doen? Stijn weet precies wanneer hij diepteloopacties moet maken op het moment dat Rots naar binnen komt. Daar heeft hij ontzettend veel gevoel voor. Stijn, Van Wolfswinkel, Flap,
weten heel goed van elkaar wat ze aan elkaar hebben. Mm-hmm. En ik denk, en Oosting traint er iedere dag mee, dat hij ziet dat die chemie tussen Unavar, Taha en Van Wolfswinkel en daarvoor was het onze spits die naar Rusland is. Ja. Ik denk dat het nog iets minder is. Maar uiteindelijk, op basis van kwaliteit, geloof ik dat wat René Trecht zegt, dat dat uiteindelijk de ideale elf gaat worden. Hoe belangrijk is dat inderdaad, wat Vincent zegt, Kees? De chemie in zo'n groep, hou jij daar ook veel rekening mee? Nou, je kijkt heel erg naar de afstemming tussen spelers, hoe die elkaar aanvullen. En dit is eigenlijk wat Twente eigenlijk al langer doet onder Jozef Hosing? Of ja, Jans daarvoor dan? Onder Ron Jansen, eigenlijk zag je dit ook. Hè. Brunet veel aan de binnenkant, maar ook veel in de 16 komen. Nou, Flap is niet, van origine niet echt een linksbuiten. Dat is meer een 10, maar dat is Natje Unifar eigenlijk ook. Hè, dus die speelt eigenlijk op 10 vanaf de linkerkant naar binnen, waardoor Smal weer hoger op kan staan. Maar Smal is ook wel een speler waar ze soms lager mee staan, dat Zadilek naar de zijkant beweegt. Dus, en dan kijk je inderdaad naar hoe jongens ten opzichte van elkaar bewegen, hoe de afstemming is, hoe de connectie is. Ja. Maar ze kunnen op verschillende manieren spelen met veel kwaliteiten wat ze ook nog kunnen brengen. Regeer speelt nu nog niet, nee. Karel Eiting die er dan nog in komt. En veel variatie daarin. Boadu, Wolfswinkel zijn twee verschillende types waar je, maar wel met verschillende wapens. Dus dat is, en het debuut maken voor Boadu om erin te komen en gelijk je goal maken en belangrijk zijn bij de andere goals. Daar droom je van. Ja, dat is gelijk een pickstart voor de rest van het seizoen. Zeker. Ja, we hadden het er al over. Het toverwoord is diepgang een beetje tussen Van Wolfswinkel en Boadu. Ja, is jonger, is sneller. Heb je genoten van het debuut? Van de Boadu? Ja. Ja, tuurlijk is het leuk om te zien voor die jongen. Alleen je kan ook nog iets te vroeg pieken, want nu is het allemaal Hosanna. Als hij 2-3 keer nu wat minder is, dan gaat het ook snel weer in één keer. Ach, Boadu, dit. Dus hij ging wel heel snel, als een komeet. Nou, ik heb liever dit. Als je zo je eerste wedstrijd met dat gevoel wat je ook aan het thuispubliek geeft, wat je jezelf geeft, wat je de ploeggenoten hebt. Want bij die goal die hij maakt, je ziet hoe ze dat met elkaar vieren en hem gunnen. Ja. Dan dat andersom inderdaad. Dan zit je gelijk dat is een voorsprong. Ja. In het team, zeg maar. Dus hij pakte gelijk de sfeer natuurlijk. Ja. Ja, had jij hem ook nog bij Oranje dan, in die tijd? Ja. Dat is goeie. Ja. Wij hadden, dat was mijn tweede jaar, toen had je de Jean Redan en hij. Oh ja, Redan. Als eerstejaars nog in de onder 17, dat waren toen al echt verschilmakers. Ja. Dus ongekende wapens met snelheid, grondvermogen. Ja. Fysiek zitten ze ook goed in elkaar, hè? Ja. En leuke jongens ook. Dus dat is ook wel eens anders, René. Hè? Dat het ook nog wel eens verschilt. Ik ben een boek aan het schrijven. Ik ben nu bij bladzijde 5. Dus ik kom nog eens een keer terug en dan heb ik het af. Nou, maar dit is... Dit zijn goeie, dat kun je wel zien. Hij is ook altijd aan het lachen. Ja. Enorm gedreven. En hij heeft zichzelf ook te bewijzen natuurlijk. Want hij heeft op de bank gezeten bij Monaco. Dus hij heeft ook niet alleen voor Twente, maar ook voor zichzelf natuurlijk. Daar hebben Kees en ik vaak over gehad. Rond de Oranje tijd had ik ook wel spelers bij Oranje. Die jongens gaan ook allemaal zo vroeg naar het buitenland. En sommigen zijn daar heel af en toe is er eentje klaar. Maar sommigen denken ook dat ze dat level al zomaar aankunnen. Je bent in een vreemd land, andere cultuur. Daar gelden toch echt andere normen en waarden qua verdedigen tegenover dan zo'n Boadu. Dus je bent niet zomaar klaar voor het buitenland. Iets anders salaris ook. Ja. Iets anders salaris. En daar gaat het dan nog zo. Worden eerder gek gemaakt. Maar als hij had gewacht en nog een jaartje AZ had gedaan. En had er weer 20, 25 ingeschoven. Was hij denk ik 25% verder geweest. Alleen wil je wachten. En is altijd timing. Nou, heel een speler. Want we hadden het net over Andries. Kijk, hoe lang wacht je daarmee? Maak ik het af bij Heerenveen? Net een blessure. Ja, dat is wat Andries Noppert heeft meegemaakt. Ja, maar dat was in het begin van het seizoen nog in de transfertijd. Het punt is, dat is nou net hetgene waar iedereen bang voor is. Hè? Ik kan net een blessure maken. Ik kan net niet in vorm zijn. En dan mis je zo'n mooie transfer. Ik kan me dat ook voorstellen. Ja, maar kijk, die is 29. Op het moment dat die kans los komt, van Andries Noppert, dat er een kans komt om een transfer te maken naar een grotere club, naar een hoger niveau, naar een hoger salaris, dan is de kunst inderdaad met je begeleiding van je zaakwaarnemer om te kijken, moeten we die stap daar naartoe doen op dit moment of moet je juist nog even wachten. Ja. En dat is altijd het moeilijke, want je komt inderdaad op een hoger niveau met andere speelwijzen, andere teamgenoten, kun je daar jezelf ook weer doorontwikkelen of kom je daar op de bank? Ja. En blijf je stilstaan en kom je weer in een spiraal iets naar beneden. Kijk, je hebt ook wel een voorbeeld. Kees kent hem wel, Thijs Veldhuis, linker centrale verdediger.
was altijd net aan de, ja, net niet, net wel. Zit nu bij Sparta, doet ontzettend goed daar centraal achterin. Kon deze window naar twee buitenlandse clubs. Hele mooie transfer van hem financieel. Mega stap kon die maken. Maar die jongen zegt toch, ik ga dit lekker afmaken. Ik ga niet, want ik kijk van de zomer wel weer hoe het er dan voor staat. Ja. Die staat op dit moment in zijn hoofd niet klaar. Die laat zich ook niet gek maken door geld. Die heeft hersens, die denkt, dat ga ik nog niet doen. Die wacht dat, dus het kan wel. Maar dan kan hij een blessure krijgen en hij scheurt zijn kruisband. Ja, dat moet je incalculeren dan. Ja, ja. Maar de meesten denken meteen, oh, ik ga, want het geld is belangrijk. Terwijl je zo jong bent. Kijk, Noppert is 29 of 28. Ja, als die nu gaat, die moet eigenlijk altijd gaan. Want die is richting het einde. Maar dit zijn jonge jongens, hè? Ja. 20, 21 als ze gaan. Ja. Even terug naar de grotsvesteren. Ik was nog wel benieuwd helemaal, wat jij daarover denkt, René. Boadu komt erin voor Van Wolfswinkel. Hoe zit die daar op de bank? Haalt hij niet als een stekker? Binnen 60 seconden wordt er gescoord? Oh, dat denk ik niet. Nee? Ricky kennende. Hij heeft laatst volgens mij wel aangegeven in een interview dat hij, ook al komt Messi bij mij in het team. Het is wel een winnaar. Nee, hij wil ook spelen. Het is een winnaar, maar hij heeft ook wel heel veel hersens. Hij denkt wel van, ja, er komt er nou eentje in. Die jongen is 23 jaar. Ja, precies. Ja. Dus komt van Monaco. Oh, dus hij nu 35, hè? 35. Ja, man. Hij zit in een nadagen. Dat, wil zeggen, dat snapt hij wel. Alleen hij wil nog graag, tuurlijk. Je wil zo lang mogelijk spelen. Ja. Ik denk als hij 49 is, dat hij zegt, ik moet erin. Ja. Dat is je mind. Was jij nog grotsvesten dit weekend trouwens, René? Nee. Want de stoelen worden volgens mij vernieuwd. Dat vertelde jij tegen mij. Ja. Ja, klopt. Ze gaan Score Almelo. Dat is een bedrijf die doen met allerlei hulp, zeg maar, voor voetbalclubs. Duckouts. Ja. En volgens mij hebben ze bij Heerenveen ook wel faciliteiten. Shirts, faciliteiten, stoelen. En nu gaan ze 2000 stoelen op de hoofdtribune gaan ze vervangen. Kijk. Komen allemaal die nieuwe leren stoelen, komen er allemaal weer opnieuw. Ja, dat is een hele mooie opdracht dan. Ja. En als Twente straks weer naar beneden gaat, dat zou ook mooi zijn, het stadion helemaal tot aan de rand van het veld. Zo bedoel je, ja. Dat ook helemaal mooi volbouwen, dat zou mooi zijn. Maar dan heb je al over tweede ring, dat zou helemaal... Nee, of naar beneden. Oh, zo naar beneden, je? Tot aan het veld, dat is nu een gracht. Ja. Ja. Die volbouwen, dat zou wel mooi zijn, zit je op het veld. Ja, maar ja, ik weet niet of dat handig is met de supporters, want die gracht is nog wel vaak nodig geweest. Maar dat is in de arena ook, zit ook Heracles zit ook aan het veld. Maar dat is wel een hele mooie opdracht voor hen, want dan gaan ze echt mee scoren. Ze zitten overal bij alle BVO's binnen, dus gun ik ze ook wel leuk. Volgende week keren Excelsior tegen Twente. Excelsior dat op de 14e plaats staat. Wat verwachten wij daar in Rotterdam voor Twente? Nou, daar moet je je borst nog wel nat maken. Zeker als je naar Kralingen mag of moet. Wij hebben dit jaar twee keer met 3-0 van verloren van Excelsior. Mm. En onlangs in Rotterdam, dat is toch wel, het is een goed afgestemd elftal op een klein kunstgrasveld. Dus dat is, daar moet je, die omstandigheden is nog niet zo eenvoudig om daar om daartegen te spelen. Dus dat is, daar moet je wel voor op je hoede zijn. Wagelaar, eens? Eens. Helemaal eens? Ja, niks meer aan toe te voegen? Niks meer aan toe te voegen. Dan gaan we lekker door naar de rust. Want zometeen gaan we het nog hebben over Almelo. Ja, het lijkt weer een beetje bergafwaarts te gaan met de club. En tranen voor Justin Bijlo. Ongelooflijk zielig werd hij van het veld afgedragen. Tot zo. We maken de balans op van de winterse transferperiode. En NEC blijkt keer op keer een lastige tegenstander te zijn. Dit is 5 februari, dit is de tweede helft van 21 voetbaltijd met René Wagelaar en Kees van Wonderen. Je moet mij niet afleiden als ik bezig ben, Wagelaar. Hoe zeg je ademhalen? Ik ben al anderhalve week verkouden, zeg maar, luchtwegen. Dus het is een epidemie, hè? Het heerst hier in Nederland. En mijn neus is ook wat groter, die vangt dat eerder op. Ja, dus dat is ook kan zo. Meer kwijt ook. Ja, ook. Dus dat gaat sneller. Hey Kees, wij horen dat jouw vrouw jarig is. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dat, proost. Hoe jong is ze geworden? En dat je dan hier ook nog aanschuift. 53. Zo, 53. Verdomme, net begonnen. 53 jaar jong. Of 25 jaar. Ja, dat is 30 jaar geleden voor jou, hè? Moet je nagaan. Ja, dat is echt lang geleden. Mooie leeftijd. Maar dat je hier dan aanschuift. Mocht het? Nou, ik heb een tijdje terug met René afgesproken dat ik hier zou zijn. Ja. En dat is Kees. Maar een aantal dingen dus niet,
rekening geen 8 ingeslagen. Ja. Dus ik heb wel wat uit te leggen. Maar het staat op beeld, dus ze weet dat hij hier in ieder geval de hele dag was. Heren, in het begin van de tweede helft doen we altijd even een rondje langs de velden. Even het nieuws van afgelopen week. Het transfernieuws, want de transferperiode zat erop. Ik dacht dat het 31 januari was, maar ze hadden het een dag verlengd nog. Uiteindelijk is het wel even leuk om te kijken wie Twente binnen heeft gehaald. Nou, dat is niet heel lastig. Salahidine en Boadu. We hebben het net over Boadu gehad. Maar René, jouw mening over Salahidine? Prima. Ja? Prima voor Twente, ja. Kwam voor Ajax tekort, vond ik ook. Ja. Hij heeft wel geprobeerd nog weer van de zomer. Maar ik had niet het idee dat hij daar basis zou gaan spelen. Of hij moest zich al langzaam een jaartje later kunnen ontwikkelen. Dit is een goede stap voor hem. En misschien dat hij vanuit hier, als hij op basis gaat spelen, wel weer een vervolgstap kan maken naar een hoger niveau. En hij kan heel goed voetballen. Ja. Maar bij Ajax krijg je zo weinig tijd. En het was ook geen aankoop van Mislintat. En dat scheelt ook alweer natuurlijk. Was het bij Ajax om die tekort, zeg jij, maar zou die bij Twente wel passen? Ja, pas zeker bij Twente. Nu al, in de basis, vind jij? Oh ja, die durf ik zo linksback te zetten. Wel? Jazeker, waarom niet? Nee, ik weet niet. Smal speelt geweldig. Ja. Linker middenvelder. Daarom, ja. Maar goed, daar heb ik Eiting nog, maar ik zou hem er zo op durven zetten. Tuurlijk, prima. Hij speelde bij Twente toen inderdaad op middenveld. Ja. En toen bij Ajax op bek geprobeerd, maar dat... Ik zou niet weten waarom, maar die jongen bij Ajax had hij net zo veel zelfvertrouwen als een dode mus. Dat ging ook niet goed. Als hij dan mee moest doen, dan stond hij... Maar dit is een mooie stap voor hem. Ja, zeker. Perfect. Heracles heeft zich ook versterkt met Jordi Bruin, Frederik Oppegaard en Arjun Rustic van Hellas Verona. Ook wel mooi, hè? Jij had het net over Oppegaard van PSV. Ja, ze hebben Rooskens dus geblesseerd en Willems zijn ze niet helemaal tevreden over. Dus heb je eigenlijk geen linksback. Mm-hmm. En Oppegaard kan het wel opvullen tot het einde van het seizoen. Is dat de impuls waar jij het net over had ook? Of zeg je van, nou... Hoe bedoel je een impuls? Die hadden ze gewoon nodig qua positie, want die was niet meer bezet. Rooskens geblesseerd, zit in het gips. Ze moesten een linksback hebben. Maar ik bedoelde met een impuls dat je een Thierry ophaalt. Ja. Dat had ik zeker geweten als ze dat hadden gedaan. Dat was voor Heracles een hele goede set geweest. En Rustic, niks mis mee. Bij Groningen ken ik hem ook nog wel. Goede speler, maar weinig gespeeld. Ook weer in het buitenland gegaan, toen naar Italië. Heel weinig gespeeld en ook een zware blessure gehad. Ja. Is daar nog niet 100% fit van. Dus moet nog eerst even een beetje, heeft nog tijd nodig. We zitten straks zo, wat ik al zei, in april, eind maart, voordat hij echt fit is. En dan, Thierry, je hebt gezien, die staat er meteen. Mm-hmm. Linkspoot. Dan AZ Feyenoord, heren, de toppen. Er waren twee toppers dit weekend. Laten we het over eentje hebben. Het hoogtepunt, nou ja, is niet echt een hoogtepunt te noemen, maar hetgene wat opviel helaas was de blessure van Justin Bijlo. Ongelooflijk zielig, brak in tranen uit. Wat logisch is natuurlijk, want die ziet zijn carrière ook wel een beetje langzaam. Is net weer fit. Dan Oranje. Misschien kan jij je daarin vinden, omdat jij met Andries ook een beetje dat hebt. Hè? Met carrière, Oranje. Hoe heb jij hiernaar gekeken? Nou, dit is gewoon persoonlijk leed. Dus iemand die enorm gedreven is en vooruit aan het kijken is naar de wedstrijden die gaan komen voor Feyenoord ten eerste, maar ook natuurlijk met Nederlands elftal. Ja. Wat er allemaal aan zit te komen en dan word je weer teruggeworpen door blessureleed. En dat is iets waar je niet altijd grip op hebt, maar wat hij natuurlijk regelmatig heeft. Ja, dat is super frustrerend en dat zag je in die beelden volgens mij, dat die weer de bevestiging van een zware blessure of teruggeworpen worden. En misschien wel met consequenties voor de lange termijn. Het lijkt wel een vloek op hem te heersen, hè? Zo langzamerhand. Het is een bouw, denk ik ook. Een bouw van een lichaam, als je dit vaak hebt. Dan is er ergens iets waardoor je dat hebt. Dat denk ik, dan ben ik wel zo, alhoewel die polsbreuk, dat kan natuurlijk, dat is wat anders. Maar het is ook al een paar keer gebeurd volgens mij. Ja, dat is ook al een paar keer, ja. Motoriek misschien wel, hè? Niet weten hoe... Maar het is een beetje, een aantal spelers hebben dat inderdaad, zoals Robben, die liep steeds tegen blessure. Dat is zo frustrerend dat dat wat je in je potentie hebt, dat je dat niet steeds door kan trekken, maar dat je teruggeworpen wordt door, en dat heeft hij natuurlijk nu ook weer. Gaat dit invloed hebben op de tweede plek, denk je, voor Feyenoord? Nou, dat zozeer denk ik niet. Ik denk dat Welleroyter, die heeft inmiddels ervaring, die heeft het al vaker van hem overgenomen. Ja. Dus en het is een stabiel elftal. Ik geloof zo 1, 2, 3 niet dat zij nog PSV nog moeilijk kunnen gaan maken. Tenminste, dat verwacht ik niet. En zij zijn stabiel genoeg om minimaal tweede te blijven. Ik kijk ook meer naar onder, want PSV, daar ga ik het denk ik niet meer over hebben. Nee, zijn het zou nog kunnen, want zij moeten daar natuurlijk nog naartoe. Als je daar wint, dan... Ja, denk je echt? Nou, het zou kunnen. Hoe groot acht jij de kans? Er zijn gekkere dingen gebeurd. Je moet het niet uitsluiten. Je moet gewoon... Nee.
door blijven gaan. En je ziet nu dat PSV ook al een aantal keer achter elkaar even wat punten heeft laten liggen. Ja. Dus het zou wel, zou het wel leuker maken. Ja. Oké, nou, ik had het echt al, ik had het al uitgesloten. 2007, 2008 met het einde PSV, AZ, Ajax. Nou, hoe dat dan ging smiddags. Ja. Ik bedoel, je weet het nooit. Stond ook 10 punten voor toen. Klopt. Ja, 13, gekke werk, hè? Volgens mij nog. En ja, nu ook. Ik geef nog niet alles op PSV. Nee? Waarom? Nee, waarom? PSV kan zo verliezen in de arena. Had zo kunnen verliezen in de arena, bijvoorbeeld. Ja, maar had zo al gekund. Nee, is niet gebeurd. Maar het is Feyenoord trouwens ook tegen AZ. Ja, dus het kan ook nog alle kanten op. Matig Feyenoord, ja. Dus Twente was, ging ik ook vol voor nummer 2. Ja, joh? Ja, waarom niet? Je denkt dat het nog mogelijk is? Ja, ik zou niet weten waarom. 6 punten volgens mij nu. Tussen Twente en Feyenoord, ja, toch? Zoiets. Natuurlijk, maar we moeten nog naar de Kuip toe. Maar dan moet je er niet zo naartoe gaan. Nee, dan moet je er ook voor gaan, inderdaad. Kees heeft 10 jaar gespeeld. Die weet wat er gebeurt in de Kuip. Gekke dingen. Dat kan, ja. Als je een goed elftal hebt, dan geeft het iets extra's. Maar goed, Twente heeft ook een goed elftal. Ja, dus prima. Ook stabiel. Stabiel, ja, zeker. Ja. Heren, we gaan het hebben over de club uit Almelo. Uiteindelijk werd het 3-1 in het Goffertstadion. Wat altijd wel een lastige tegenstander blijkt de laatste tijd, René, NEC. Ja, ze zijn goed op dreef. Ja, ze zijn goed bezig. Ja, ze zijn goed bezig. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Vincent, afgelopen weekend? Nou, ik denk dat het begin van de wedstrijd enigszins vertekenend was. En ik heb even de 1-0 geanimeerd van Heracles, hè, waar Brouwer een lange bal speelt op Honkamp. Daar komt hij in duel, Wiekhoff en Bruin. En dan zie je daarna dat Bruin vanuit het middenveld een goede diepteloopactie heeft. Dan gaat het even iets sneller. Op Oppegaard en Hansson. Hansson met een goede voorzet. En Honkamp, ja, wel echt een spits. Heel scherp voor de goal tegen Ajax. Nu weer. Ja. Goed tussen de twee centralen. En heel alert maakt hij daar de 1-0. Nou, René refereert er net al een beetje aan. De 2-0 wordt dan afgekeurd. Ja, het scheelt helemaal niet veel. Het is net buitenspel. Dat is heel sneu. Maar het leek een beetje te zorgen voor enige verwarring bij Heracles. Want ja, heel eerlijk en hoe pijnlijk, het spel van Heracles was namelijk niet zo heel goed. Heracles speelde namelijk met 3 centralen achterin. Met de 2 flanken van Wico van Oppegaard. En wat ze probeerden, en dat probeerden ze vorige week ook met Wejinovic, is om te spelen als verbindingsspeler daar. Nou, ik heb het even kort geanimeerd. Hoe werd de druk gezet bij NEC? Dan werd Bultman ingespeeld en er moest Wejinovic daar onderuit komen te voetballen of inspeelbaar zijn. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. En de lange bal naar Hornkamp of was heel matig of hij leed balverlies. Ja. Waardoor elke keer Heracles weer in de achteruit moest en het heel moeilijk mee had. Wat raad jij dan aan, Vincent? Nog meer aanspeelbare aanspeelmogelijkheden? Het is heel moeilijk, hè, om in zo'n situatie Hornkamp aanspeelbaar te krijgen en dan ook nog jongens eronder te krijgen. Wiekhoff had daar misschien iets beter bij gekund. Bruin wordt dan verwacht dat hij of hier in de verbinding is of hieronder komt. Hansson die speelt eigenlijk hier een beetje. Die kruipt er naar binnen in de hoop dat Oppegaard daar de ruimte krijgt. Wat ik al zei, dat pakte 2 keer goed uit. Bij de 1-0 en bij de 2-0 die dan af werd gekeurd. Maar daarna kwamen ze eigenlijk niet meer aan te pas. En wat heel erg opvallend was, waren de 3 laatste. Die heel veel moeite hadden leken met het systeem van 3 mensen achterop. Sherry, weergaloos. René refereert er net al aan. Ja. Dat was 1 wedstrijd. Maar verreweg de beste. Aanspeelbaar. Elke keer hier tussen de linies. Heracles had er 4 op rij. Op het middenveld. Hè. 5 daarachter. Hij speelde met alle ruimtes. Deed dat fantastisch. De Japanner speelde er ook heel goed op in. Ja. In de spits. Alsof ze al heel lang met elkaar samenspeelden. Maar die was verreweg de beste. Ik persoonlijk. En misschien is het leuk hoe Kees daarnaar kijkt. Ik had ze gezegd. Misschien zou je iemand moeten opofferen. Hè, omdat je ziet dat Sherry zo makkelijk in de ruimte speelt. Hoe zou jij als trainer daarmee omgaan? Nou, Heracles heeft duidelijk gekozen sinds Van der Looij de trainer is voor 5 man achterin. Zij hebben een keuze gemaakt in het materiaal wat je hebt. Hoe kun je dat het beste op het veld wegzetten? Ik snap wel dat hij hiervoor kiest om het iets meer gesloten te houden. En je hebt voorin met Hornkamp als aanspoelpunt en dan Hansson en Bruin en de backs die gaan lopen. Dus dan moet je daar ook aan vasthouden. De consequentie daarvan is dat je, als je zo speelt, dat je niet echt iemand kan opofferen om Thierry echt puur uit het spel te halen. En dat wordt tegenwoordig ook niet zo heel veel meer gedaan, hoor. Om echt iemand alleen maar te koppelen aan één speler. Nee, meer zone.
Dus dat wordt meer vanuit zone gedaan. Ja, en dan gaat het om de afstemming, om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Ja. Ja. Vincent, als jij die beelden ziet, Vinovic is toch eigenlijk op? Hij is te traag. Is te traag? Ja. Aan de bal is het allemaal nog prima, maar kijk, je hebt Engels, is een ander type, weet ik, Bruns zou je kunnen doen. Die is nog, zit ook in de nadagen, die zit 32, maar Vinovic vind ik echt, die komt echt tempo tekort. Die, als hij alle tijd krijgt, is het allemaal nog mooi, maar ik denk dat daar ook een probleem ligt bij Heracles. Ja, dat was ook ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... Dat was ook heel erg zichtbaar afgelopen zaterdag. Hè, waar je hem voor wilt gebruiken als verbindingsspeler vanuit de drie achterin, naar de backs en hier naar Bruin, keers maken op elkaar die je uit kunt draaien. Dat kwam er absoluut niet uit. Ik ga niet beloven. En het moment dat hij in de omschakeling komt, hij leidt een keer balverlies in de tweede helft, dan moet hij terug. Ja, dan moet hij zoveel meters maken. En daar gebeurt er voor hem bij NEC met Thierry als vierde man erbij zoveel. En dat bedoel ik een beetje. Dan zie je dat die drie centralen, die komen een beetje in ruimtes. Ongewennig, wat moet ik doen? He, dat is heel erg opvallend. We zijn in Nederland natuurlijk niet echt gewend om met drie achterin te spelen. Nee. Dus bijvoorbeeld reflecteert aan Italië. Die spelen heel makkelijk met drie achterin, omdat die al jaren weten wat drie moeten doen achterin. En je zag hier enige... Ja, zoeken. Onwennigheid. Ja, onwennigheid inderdaad. En ik denk ook dat je, als je het vergelijkt met Italië, heb je in Italië veel meer spelers die dat ook kunnen belopen en die snelheid ook hebben om die flanken helemaal dicht te timmeren, toch? Ja, maar wij willen ook heel graag voetballen hier. Hè? En dat is ook de reden dat Vinovic nu speelt, vorige week ook tegen Ajax. Dat we toch willen proberen om onderuit te voetballen, hè? Via Wiekhoff of via Bruin die er dan onder komt. Dan kun je weer door. Op een andere kant, op een kaart heeft heel veel snelheid. Hansen komt daar wat naar binnen. Dus er gebeurt ook heel veel. Ja. Maar ja, dan moet je wel die voorwaarden kunnen scheppen om te voetballen. En NEC vond ik dat heel goed doen tegen Heracles. Maar Vincent, je zag het zelfs nog in de grote wedstrijd bij Feyenoord gisteren. Dat Saruki heeft zelf het probleem. Ja. Dus als je niet kan lopen en de tegenstander maakt daar gebruik van een zwak punt van een speler. Ja, dan zie je het ook meteen. Dan komt het ook zo schrijnend over natuurlijk. Klopt. Maar die werd voorbijgelopen alsof die stil stond. Ja. Dus om me aan te geven, niet dat ik daar een loper neer moet zetten. Maar als het niet past in een elftal... En Vinovic is ook, ja, die kan dat niet. Ja. Maar je moet het ook even de tijd geven. Ik bedoel, Van der Looy is nog niet zo lang daarmee bezig. Nee. Hij heeft daarvoor gekozen. De eerste wedstrijd winnen ze gelijk bij RKC. Ja. En vervolgens heb je natuurlijk de Ajax en nu met NEC. Die gewoon, dat is gewoon een goed elftal, die het goed voor elkaar hebben. Goed elftal, ja. Dus je moet dat even tijd geven om te ontwikkelen. En ik denk dat ze in alle wedstrijden hebben ze ook nu weer. Want als ze 2-0 maken, ja, dat moment dan kan het ook maar zo een hele lastige tegenstander worden om doorheen te spelen. Een mooi moment om dat te meten is dan volgende week tegen Vitesse. Die het ook niet lastig heeft. Dan kun je misschien juist die lijntjes uitzetten tegen een wat relatief makkelijker team, toch? Een team zonder zelfvertrouwen in ieder geval. Maar of ze nou kwalitatief minder zijn dan Heracles individueel, dat moet ik nog even zien. Nee, oké, maar juist dan kun je mooi meten. Hè? Ja, de is wel een mooi meten. Van der Looy. Ja. Werkt dat, slaat dat aan? Dan gaat weer een iets andere wedstrijd worden. Want dan zal je weer wat meer aan de bal zijn ook. Ja, ja. Worden de ruimtes nog kleiner. Ja, dus dat wordt ook weer interessant, ja. 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 Mooi. Tegen de hekkensluiter, René, we zeiden het al, de 18e. Als we kijken naar de ranglijst en we nemen eerst even Heracles tegen Vitesse voor ons. De nummer 19 punten voor Heracles en Vitesse 12. Ja, ze zitten dichtbij. Ja. Maar goed, wat we al zeiden, ze hebben er nog 16. Maar je moet oppassen dat je niet in die spiraal komt van wat John Stegeman ooit eens een keer in de eerste seizoen zelf. Die had nog maar 4 of 5 punten in de winterstop. En door een overwinning na de win is het gaan lopen, zijn ze er wel ingebleven uiteindelijk. Maar als je nu in die spiraal komt, je zou Vitesse verliezen, ja, je hangt er middenin. Het is... Volendam viel me ook niet tegen qua spel gisteren tegen Utrecht. Precies. Het veldspel niet, viel me niet eens tegen. En ik wil nog heel veel terug naar waar jij het net over had, Kees, op de ranglijst. Feyenoord PSV, 10 punten. Ja, ik vind het bijzonder dat je er nog wel geloof een beetje in hebt. Nou, ik zeg, je moet het niet uitsluiten. Nee. Omdat als Feyenoord bij PSV weet te winnen... en PSV laat nog ergens wat liggen, want die krijgen ook nog gewoon zware wedstrijden voor de boeg. Dan moet je het niet uitsluiten... De marge is best behoorlijk. Ik ben dan wel benieuwd, Kees, je zit hier nu toch aan tafel. Mag ik van jou een top 5 horen aan het einde van dit seizoen? Het is heel lastig, schokken, ik snap het. Nou, die top 5 is natuurlijk bekend. Hè? Ja? Dus maar in welke volgorde bedoel jij? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik kon best nog wel eens zo blijven staan. Ja? Ja, als ik nu zo... ik denk dat AZ ook weer aan de betere hand is. Zij hebben ook nog even tijd nodig, maar die speelden heel overtuigend tegen Feyenoord. Zeker. Misschien dat Ajax, AZ, dat nog wisselt, maar voor de rest zal denk ik... Je laat het zo staan. René, jij laat ook Twente op 3. Ja. Ja. René?
Ja, ik had, heel kort, ik had Ajax op 5, ik had AZ 3 en Twente 4. Dat was in het begin, maar inderdaad, ik kan me hier wel in vinden dat dit, dat is mijn, ik had PSV wel 1 en Feyenoord 2. Ja. Ja, ik denk dat het zo blijft. We gaan mee misschien maken, nog jongens. Wat Kees ook zegt, Ajax nog misschien vierde. 20 wedstrijden gespeeld, dus er zijn nog een hele hoop te gaan. Ja. We gaan meemaken. We gaan naar de winactie, René. Elke week hebben we weer wat moois weg te geven. Vorige week was dat met Eddy. Een knippon hoorde ik. Ja. Dacht ik, nou, ik ben zelf niet geweest, nee, zie je. Ik wil het zeggen. Ja, nee, dat is wel jammer. Nee. Misschien had je wel moeten gaan. Ik ga vanmiddag. Maar ik heb ben daar wel gewonnen, ik ben daar wel klant bij haar, bij de kapperij. Ja? Ja, ik weet zeker. Kijk. De winnaar van deze week is Lucas Telintelo. Telintelo, zeg ik dat goed? Ja. Ik zou heel graag het kapsel van René Wagenaar willen. Die zal wel kaal zijn, want anders zeg je niet. Dan zeg je dit niet. Dat is een compliment, ja, dit is een compliment. God, ja. Ik zeg al, dat zal die kaal zijn. Mooie grijze lokken, René. Dat is, ik snap wel wat hij zegt. Ja, het is bijzonder. Het is ja. Jullie allebei, hallo. Een beetje grijs erdoorheen. Dat is. George Clooney is daar wereldberoemd mee geworden. Dus ja. Ik mag er niks over zeggen, want ik denk dat ik mezelf nog een jaartje geef voordat het allemaal weg is. Maar goed. Leuk voor Lucas in ieder geval. Lucas, stuur ons even een berichtje of wij sturen jou een berichtje via Instagram. En dan komt die prijs naar jou toe, te waarde van €50. Dan deze week, René, een nieuwe winactie van de Raw Milk Company. Een waardebon van €50. Ken je K4? Ken je dat? Nee. Echt Kees, geloof me, in de Lut is dat, waar trainingskamp altijd was, daar in de buurt, daar zitten ze, maken ze allemaal natuurproducten en ook rauw kevier. Dat is heel goed voor je darmen, duik daar maar eens in. Ja, ik wilde van, ja, ik ben echt ook niet zo, bekend mee hoor. Het wordt daar echt geproduceerd daar, de melk is, komt van een boerderij en dat wordt aangevoerd en dat gaan ze mengen met, er zitten allemaal foute bacteriën in. Ja, hartstikke goed voor darmen en voor je hele gestel. Er zijn mensen die hebben psoriasis en zij mogen dat niet zeggen, maar ze drinken dat spul en dan gaat het echt weg. Ja. Gaat echt weg. Ja. Er zijn mensen die mogen ze mogen ook niet zeggen vanwege medische. Nee, dat mag weer niet. Maar het helpt heel goed. Het is echt topspul voor je darmen en voor alles. Moet je echt eens een keer inlezen. En die geven nu een bon weg. Dus te waarde van €50. €50, ja. Dus voor de mensen die het graag willen proberen, we gaan dit keer wat anders doen. Ga niet naar onze Instagram-pagina, maar abonneer je op dit YouTube-kanaal. En laat even in de opmerkingen hieronder een reactie achter waarom jij dit graag wil winnen. Misschien heb je zelf wel last van je darmen. Ik heb een beetje zwakke duimpjes vaak. Dus misschien jij ook. Ja, ik heb je al toen gezegd. Ja. Weet je nog? Ja. Dus toen had je misschien... Toen had jij je neven genomen. Maar dat moet je niet doen. Nee, dat klopt ook. René, zullen we maar gaan voorspellen? De stand tussen jou en mij is veranderd, maar dat maakte eigenlijk niet zo gek veel uit. Het is van wat het voorheen was, naar 2015 gegaan. Nou, er komen nu eindelijk wel wat puntjes bij. Het heeft heel lang op volgens mij 1-6 gezeten. Maar je hebt wel weer ontzettend veel geluk. Keulen was hier vorige week gast. En die zei als eerste, want jij mag straks als eerste zeggen, die zei 3-0 Twente. Maar dat wou ik ook echt doen, want dat zei ik al. Dat wou ik ook doen. Daar sta ik op band. Dus ik wou dat echt zeggen. En Heracles had ik goed. Dus dan was ik weer uitgelopen. Ja, maar probeert zichzelf weer uit te lullen. Nee, maar dan Kees, nou was ik echt uitgelopen. Hoe het werkt is, we vragen jou de stand. Maar jij zit hier helaas niet elke week, dus ik pak jouw punten. En zo strijd ik eigenlijk tegen René. René doet elke week ook een voorspelling. Keulen had het goed, 3-0 vorige week, voor Twente dan nu. En jij had hem goed, want jij zei NEC Heracles 3-1. Ja. Dus chapeau. 2015. Kees, mag ik van jou horen? Excelsior, de nummer 14, tegen FC Twente, de nummer 3. Ik ga toch voor een 1-1. Kees, dit zijn mijn punten, hè? Ja, ik snap het. Maar dat is mijn gevoel dat gaat worden. Oké. Nou goed, ik mag hier niks over zeggen. Pas op dat het ook zomaar kan lukken. Ja. Dus dan heb je geluk. Ja. Ik doe 1-2. 1-2. Ja. Nee, ik moet wel toegeven. Kunstgras, uit. Nee, het is een heel lastig, klein veld. Het kan een lastige avondje worden. Ja. Heracles tegen Vitesse. 2-2. Die heb ik op 1-1. 1-1. 1-1 en 2-2. Nou, we gaan het meemaken, heren. Wie weet. Ik ben benieuwd. Kees, mag ik jou hartelijk bedanken. We gaan het snel afronden. Dan kan jij naar de verjaardag van je vrouw toe. Leuk dat je er was. Succes aankomende week. Jullie spelen tegen? Ajax thuis. Ajax wel, hè? Ja. Oh, ja, makkie. Tuurlijk. En, hoe kijk je daarnaar? Ja, mooie wedstrijd volgens mij. Ja, zeker. We treffen Ajax wel op het moment dat ze weer wat beter ogen. Zeker met de Henderson erbij. Maar een mooie uitdaging voor ons. En, zeker. Ik heb altijd gezegd, ik wil graag nog eens een keer in een thuiswedstrijd van een topploeg winnen. Dus dit is daar weer een kans voor. Ja, mooi zat. Kees, hoe is het mogelijk dat Sarouini weg is gegaan? Wat een ontzettend goede speler.
Veel belangstelling? Daar is wel belangstelling voor geweest, maar de club heeft wel gezegd, ja, we zijn daar in principe geen voorstander van om dat in de winter te doen. We hebben dat vorig jaar met SAR gedaan. En daar hebben we best wel het een en ander mee te stellen gehad. Dus hij is gelukkig binnenboord gebleven, maar ja, de kans is groot dat hij aan het eind van het seizoen gaat vertrekken. Och, jeetje, nee, we houden niet langer op, want hij moet naar de verjaardag toe. Bedankt Kees, leuk dat je was. Volgende week zijn wij er weer. Dan met Eddie Pasveer. De vader van. De vader van, leuk. Ik ben benieuwd wat Eddie ons te vertellen heeft. Goed verhaal. Ja, inderdaad. Jullie bedankt voor het kijken. Abonneer je zeker even op het YouTube kanaal van Voetbaltijd. Volg ons op Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. Luister dit als podcast en dan hopen jullie graag weer volgende week te zien. Tot dan.